we gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. Wat? Hij zei dat je erin houdt. Ik vraag me af. Ja, dat is een geheel. Ja, dat wil niet in die zin. Dat is een grote afstand. En we hebben het nog op de inzet. En nu van ons af. Hè? Ik hoop eigenlijk dat jullie niet meer zijn. Ja, dat vind ik ook. Ja, precies op neer. Precies op neer. Dat is wel twee bands, ja? Ja, dat is wel twee bands. 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 Moet ik me laten dragen? Of heb ik het laat je maar dragen! Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Hoe lang is het om hier in de vrienden te brengen? Ja, dat is niet helemaal. Het blijft zeer aardig, maar wel aardig zo. Normaal moet je de kroeg dreven, maar nu heb je het gemiddeld. Ja, ja, ja. Zijn ze gelukkig? Zijn ze gelukkig? Ja, ze zijn niet. Ja, ze dachten eerst dat jullie aan het eind zijn. Jullie zijn mooi aan de goede kant. Ja, ja. Actie organiseren, tent buiten, bus buiten. Yes. Alles zal weten dat we hier zijn en we gaan niet weg. Yeah. Helemaal niet de oplossing
die jullie willen, die wij willen, die Marijn wil, de Winterbond willen, die gaan we helemaal niet overnemen. Wat wij gaan doen, naar het werk en de zorg. Nou, dat was het. Ze doen het zelf. Door in de rug van deze medewerkers die 10, 15, 20 jaar werken als vertrouwde kracht bij de cliënten. Nou, ze hebben altijd goed hun werk gedaan en het is ondoenlijk helemaal niet aan de orde dat dit scenario hier in de gemeente zich gaat ontvouwen. En daarom zijn we ook hier. We hebben geen tijd meer, want er liggen bijna al brieven naar cliënten. Die zijn al aangekondigd door wethouder Saris. En die zeggen dat cliënten jullie mogen kiezen tussen bestaande aanbieders. Zit bij de gemeente, kunnen met de zorg naar de HT aan de slag. Het is een oplossing die ik alleen maar te grijpen. En als je hem grijpt, dan gaan de werknemers van dezelfde arbeidsvoorwaarden gewoon verder. En de cliënten behouden hun vertrouwde hulp. Wat wil ik zeggen? Er liggen gewoon wetten. De WMO-wet zegt continuïteit moet geregeld worden. De koppeltjes blijven in stand. Er is een wet, de CO, die bepaalt dat als een nieuwe aanbieder komt in dit soort situaties, dat de werknemers dan tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden natuurlijk overgenomen. Dus wij zeggen altijd tegen de wethouders, ja, nu zit allemaal met deze raad besluit voor de collegebesluit, de gemeenteraad. Allemaal prima, allemaal goed, dat respecteren wij natuurlijk. Maar wat we wel willen horen, is dat je gewoon die wetten volgt. Je bent een wethouder, je bent geen wethouder, je houdt je aan de wet. En wat we willen horen, is dat je aan die wet gaat houden, aan die twee wetten. Want als je dat doet, nou, dan zeggen wij, dan gaat het ook goed komen. Want dan wordt die continuïteit vanuit de regio gewaarborgd, komt het blijven in stand. Er is in de CEO een afspraak die zegt dat alle voorwaarden behouden blijven. Dus, maar de verwarring is groot omdat de gemeente, de wethouder, allemaal eens een eigen beleid gaan voeren. Anders dan wat er in de wet staat. En dat willen we niet. En wat we eigenlijk hier willen, in Winterswijk, is ook van u als vervanger dan horen van Ilse Saris. Dat het goed komt, dat de wet wordt uitgevoerd, dat we geen tijd hebben. Dat er geen brieven naar cliënten gaan. En eigenlijk zijn wij het zo zat dat wij allemaal zeggen, we willen horen wat we nodig hebben van de gemeente. En als we dat niet krijgen, dan blijven we gewoon zitten, net zoals dat die toezegging dat gedaan. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik wil vertellen en wat u aanhoort. En ik hoop dat u daar iets van kan zeggen. Want als het niet zo is, ja, dan moeten we toch hard gaan roepen op Ilse Saris als voor de wethouder. Ja. En hard gaan roepen op de burgemeester, die uiteindelijk als voorzitter van het college ook bepaalt wat er van gekomen is. Dus aan u even, misschien wat de onmogelijke opdracht om hier neer te leggen. Wat jullie willen is meer dan redelijk. Ik ga dat doen, ik sta daarvoor. En als u dat doet, dan zijn wij ook blij, en zoals Den Haag blij is, dan wil ik hier ook blij weggaan. En zo niet, ja, dan blijven we hier gewoon staan, zitten, net zoals we dat toezeggen. Dat laatste gaat lukken, dat waag ik te twijfelen, maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Ik vind het nogal dreigend taal. Er is niet dat wij een melding gemaakt. Maar even wat u van ons vraagt, en dat meen ik oprecht, is dat u in feite wilt dat wij een bestaande situatie waarbij eerst in de hier in de problemen kwam, vervolgens TSN in de problemen kwam, gaat doorzetten en er nu extra geld in stoppen en over 2 jaar hebben ze zelf problemen. Nee, hij mijn buurtsorganisering gaat, heb je dat niet. Nee. Maar het is een stichting. Er is geld voor. De andere pikt het geld in voor de top. Dat is wel. Maar dat was wel voordat buurtzorg op de proppen kwam met de vraag om even 6 miljoen extra te doen. HHT-geld, huishoudelijke toelagegelden, 119 miljoen in 2 jaar tijd. Niet al die gelden worden uitgegeven. Er zit een voorwaarde aan vast. Die voorwaarden die zijn dat als je het niet uitgeeft, blijft over, moet je het teruggeven. Nu is het 4 december afgesproken.
dat die 190 miljoen, alles wat je overhoudt, die voorwaarden gaan ervan af. Die mag je als gemeente houden voor de transitie naar goede zorg. En dat, wat we daar ook hebben afgesproken, dat er iets bij komt. Er komt nu 200 miljoen beschikbaar voor alle gemeenten in 2016 te besteden aan goede huishoudelijke zorg organiseren. Sterker, 2016 300 miljoen, 2017 300 miljoen, structureel komt daarbij. En we hebben afgesproken dat er 60 miljoen wordt afgezonderd vanuit die gelden, HT-gelden. 60 miljoen voor probleemsituaties als al bekend bij TSN, als bij Verian, als bij andere zorggebieden die wellicht ook in diezelfde problemen komen. 60 miljoen, en die 60 miljoen die liggen bij de gemeente, want daar ligt die 60 miljoen totaal opgeteld. En vandaar ook dat gezegd wordt, die 60 miljoen, ja, die gaan we niet apart nog weer inzetten. Maar die liggen in HT, gelden liggen bij de gemeente. We moeten daar dus losmaken. En in eerste instantie was het de 5 miljoen van Jos de Blok als zijnde de staatssteun toestanden. Ja. Nou, dit was er helemaal van af, want die 5 miljoen, die 60 miljoen en die ligt dus bij de gemeente. Alles wat buurtzorg wil in zo'n plan, en ook als andere zorgaanbieders dat ook gaan doen, dan kunnen die ook gebruik maken van die gelden. Dus er is niet een bevoordeling van één zorgaanbieder, buurtzorg, maar er is voor alle zorgaanbieders hetzelfde geld om het probleem van zorgaanbieders die omvallen, om dreigen te vallen, om cliënten over te nemen, om werknemers tegen hetzelfde arbeidsvoorwaarden over te nemen. Dus staatssteun is niet meer aan de orde. Dat is één argument dat gewoon weg is. Een ander argument, wat ook wel eens wordt genoemd, is dat de bestaande contracten zo zijn dat je geen nieuwe mag toelaten. Buurtzorg is dan soms contracten nieuw. Nee, dan zeggen wij, oké, als je met de buurtzorg in zee gaat, dan ga je in zee met de huidige bestaande zorgaanbieders. De huidige bestaande zorgaanbieders moeten dan wel wetten navolgen, continuïteit, cliënt, zorgverlener blijft intact, arbeidsvoorwaarden blijven ook hetzelfde. Als ze dat doen, be my guest zeggen we dan, dan zijn wij daarin ook gerustgesteld. Maar dat schijnt dus hier in Winterswijk, Oost-Gelder en Aalten niet te gebeuren, want die schuiven nu ineens alles van los, vrij, alles weg. De huidige zorgverlener krijgen de cliënten, die krijgen ze. Nou, die zegt, die cliënten die krijgen dan toegewezen bij wie ze gaan. En de werknemers die jaar in jaar uit goede zorg hebben geleverd bij diezelfde cliënt, die raken hun werk kwijt en kunnen opnieuw gaan solliciteren bij de zorgverlener. Als het nog slechter van elkaar. Als aangenomen worden is het tweede, en je weet dat ze niet op dezelfde arbeidsvoorwaarden, want die beginnen opnieuw bepaalde tijd, draaien door de constructie 2 jaar, een half jaar eruit. Nul uren contract op minimumloon beginnen, 2 jaar lang. Nou, dat is gewoon een waardeloos scenario. En daarom zeggen wij, dat scenario mag niet gebeuren. De wet moet worden nagevolgd. De gemeente, doe dat. Dat geeft geen chaos, geen actie. Maar dat geeft rust, duidelijkheid naar cliënt en naar werknemer. Die zo lang die goede zorg heeft verleend, die laat je op die manier niet zakken. Dat doen wij niet als FNV, dat doen ze zelf niet. En daarom strijden ze nu. Als, wil niet zeggen als gekken, maar ze strijden vol passie en vol goede zorg voor hun eigen. Daar heb ik nog alle bewondering voor en dat begrijp ik ook ontzettend goed. Ja. Het lijkt mij verstandig dat ik heel even een time-out neem, want er komt een heleboel informatie naar mij toe die voor mij als niet-portefeuillehouder niet allemaal even helder is. Dus voordat ik dingen ga roepen die niet waar zijn of die in tegenstelling zijn tot wat u net verteld heeft, want ik ga absoluut proberen dat u niet zegt. Ik zeg dat dus ook niet. Hè. Maar ik wil wel even onze kant van het verhaal helder hebben voordat ik hier antwoord. Dus als u mij even de tijd wilt geven om in rug te wat we eerder ingenomen hebben, gaan we niet meer over in discussie. Wat, laat me even uitleggen. Wij hebben een zogenaamd collegiaal besluit genomen. Dat betekent dat ons college dit besluit heeft. Ik ga hier niet in mijn eentje nu hierop terechtkomen. Dat kan geen enkele wethouder als je een collegiaal besluit hebt. Dat gaan we dus niet doen.
we zullen het natuurlijk in het college over deze avond hebben, over jullie argumenten. We zullen ook nog met onze collega gemeentes Aalten en Oost-Gelder contact opnemen. Hier op dit moment blijf ik bij dit standpunt. Ga ik geen toezeggingen doen? Mag en kunt u volgens mij niet van mij verwachten? Ga ik het ook niet doen? En ik wil u nog vrienden verzoeken om het pand, in ieder geval uit het museum, gaan we weer? Dat is allemaal te snel. Ja. U kunt ook vanaf nu uw collega's in andere gemeenten benaderen. U kunt ze bellen, u kunt zeggen wat gaan we hiermee doen. We hebben al een besluit, een collegiaal besluit. Dat kunt u herzien, dat kunt u samen herzien. Als dat niet gaat lukken, dan kun je ook gewoon zelfstandig als gemeente zeggen, dit gaan wij doen. Hè? Want in eigen verloren gaan. Dus wat we willen is dat er actie komt op uw front om dat overleg aan te gaan. En van zodanig dat er hernieuwde besluiten gaan komen. Zoals het oude besluit om mensen te laten solliciteren op eigen werk en cliënten te laten aankruisen bij welke nieuwe aanbieders er ook niet gaan komen. Dat moet gewoon weg, er mogen geen brieven weg. Dat zijn ook heel zijn toezeggingen te doen, die ook heel simpel zijn. Hè? Bijvoorbeeld in Aalten is al gezegd, dan kun je contact nog houden met Rijks. Je kunt al bijvoorbeeld gewoon zeggen, ja, die brief die voor die maand verstuurd zou worden, die gaan we even niet versturen, want we hebben nu een situatie dat we nader overleg met elkaar niet hebben. Nou, dat zijn gewoon die toezeggingen waarvan ik zeg, kunt u gewoon doen. En ook gaan praten met mijn collega-wethouders, in die zin voortgang laten zien van wat er gaat gebeuren. Allemaal in het kader van, we hebben geen tijd, en de wetten zoals ze nu liggen, moeten gewoon nageleefd worden. En als dat garandeert, als we daarvoor staan, dan kun je verder met de besluitvorming. Want er zal dingen doen die tegen de wet zijn, die controleren zijn. Dat doet geen enkel collega. Dus als je dat uitspreekt, nou, dan zijn we wel een stap verder. Ja. En nou ja, we willen dus meer dan alleen maar, ja, we hebben een collega besluit en bla bla bla, ja, we stoppen, we doen niks. Nee, gezien wat er nu aan de hand is, de ernst van de situatie, de druk bij de cliënten en medewerkers is gigantisch hoog. Ja. Er moet gewoon een uitkomst komen. Nu, vandaag, over enkele dagen, maar dat kan geen weken meer duren. Want als u ziet dat sinds 27 november ja, al een uitstoot staan is, al die tijd gaan deze medewerkers gewoon door met hun werk. Ja. Zorg verlenen in deze onrustige tijd, nou, dat is te waarderen. Dat moet ook u waarderen. En ja, dat moet gewoon een keer uitgaan. Dat mag niet langer voortduren. Dus het moet voor duidelijkheid zorgen, voor cliënt, voor werknemer. En u kunt voor die duidelijkheid zorgen door te bellen, te overleggen, nu toezeggingen te doen. En op basis van de wetten zoals die er liggen, gaan wij besluiten. Dus ja, wij wachten totdat het er meer is dan alleen maar. Ja, dan wij blijven bij het collegebesluit. Ja. Ik blijf op dit moment, ik hier bij het collegebesluit. Morgen hebben we de collegevergadering, gaan we eens praten brengen. Okay. Morgen hebben we ook contact met de collega-wethouders. Of dat wat anders uitkomt, ga ik absoluut niet beloven. U heeft inderdaad gelijk, geen enkele gemeente zal de wet overtreden, anders wordt die aangehouden. Maar of we die wet op dezelfde manier interpreteren als hoe dat doet, dat weet ik niet. Dus ik blijf gewoon bij wat ik net gezegd heb. Ik wil morgen in gesprek gaan met iedereen die hierbij betrokken is, althans van onze gemeente en van de omliggende gemeentes. Hier op dit moment ga ik niet anders zeggen dan wat ik nu gezegd heb. Dan moet u het mee doen. Of u daar blij mee bent, dan kan ik me voorstellen of niet. Nee. Maar iets anders, nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik ga het niet doen. Meneer Aalbe, dus, ik denk dat het heel verstandig is om mevrouw Sarah deze kant op te halen. Ja. Om haar even duidelijk uit te laten leggen hoe zij nou het rol bedoelt. Ja. Wij hebben als SP-fractie afgelopen donderdag in de raadsvergadering nadrukkelijk om gevraagd over haar uitleg. En dat heeft ze blijkbaar niet naar genoegen van iedereen kunnen doen. Blijkbaar was haar verhaal niet duidelijk genoeg. En ik blijf erbij dat ik donderdag in de raadsvergadering ook gezegd heb. Het college gaat op dit moment niet volgens de wet uitwerken. Oh. Ja. De wet worden gewoon niet vervolgd. Ik denk dat jullie heel verstandig aan doen om mevrouw Saris
nu... Gewoon even een telefoontje. Even de vraag in deze kant te komen en haar verhaal te laten. Ik denk dat al een heleboel kaart is. Ja, mooi. Ja, dat denk ik. Willem! Willem is Willem. We zouden dat kunnen proberen. Maar als u denkt dat u vanavond van haar een ander antwoord krijgt en een ontkenning moet zeggen, dan denk ik dat wel weer. Dat is niet zo aandacht. Dat is niet zo aandacht. Dat was er heel duidelijk. Ja. Donderdag was er volgens u heel duidelijk. Nee, maar die heeft iemand anders gezet dan u? Nee, maar die ligt op de weg. Neem het niet kwalijk. Als juristen met elkaar gaan vechten, is het eind zo. Nee, jullie hadden juristen bijgezet. Maar nogmaals, ik wil het ook plezier even gaan kijken, maar ik denk dat het zinloos is. En als dat zo is, dat wordt het. En dan is het, dan nogmaals, dan verzoek ik u alle vrienden om 7 uur het pand te verlaten. En wacht, wie belt Ilse Sarens? Gaat u gewoon nog van huis toe? Nee, wij. Dames, ik heb een afstemming gehad met het hele college. En wij blijven gewoon bij stand. Sorry. We gaan morgen weer praten met de collega gemeentes. En dat is op dit moment het standpunt. Hier zullen we vanavond in de woning. Dus nogmaals, ik verzoek mijn vrienden van voor 7 uur het pand te verlaten. Ik ga nu niet meer in discussie, ook niet met jou. Dan gaan we. Dan ben ik benieuwd hoe dat gaat aflopen, Rob. Ja, goed. Ja. Maar die sommatie was even een formeel moment. Formeel moment, maar verder melden. Ja? Nu ben ik, ik ben Rob Altschap. Ja? Maak onderdeel uit van het interventieteam van de gemeente. Dat als er calamiteiten zijn, dan hebben we een team van mensen die dan even inspringen. En dit is een van die calamiteiten. Ja. En het officieel even sommeren om het gebouw te verlaten, maakt onderdeel daarvan. Ik vraag me af Rob, hoe dat ook juridisch zit. Op het moment dat ik een vergadering uitschrijf, als SP-fractie zijnde lid van deze gemeenteraad. Heb je de ruimte kunnen? Nee, maar volgens mij is dat niet nodig.
Dat is wel degelijk waar. Maar goed, dat soort details, daar kunnen we het altijd nog een keer over hebben. Dus sommige... ja, ik ben benieuwd hoe dat juridisch uit te leggen is, Rob. Okay. Zullen we wel eens een discussie over voeren? Ja, helemaal goed. Oké, bedankt. Jullie zijn ook. Oké, ja. Ja. Ja, mag hem dus toch. Ja, dat is wel.